Het Surinaamse Rode Kruis heeft materialen overhandigd aan enkele scholen in het kader van haar scholen rampenplanprogramma. Dit programma is gefinancierd uit het Impress Shoken Fund. Het is de eerste keer dat Paramaribo meedoet aan dit programma. Het Rode Kruis heeft 4 scholen gekozen om mee te doen, te weten de Selecta School, de Sierra Frowijn School, de Sint Tarsicius School en het Miranda Lyceum. Volgens Errol IJzer, directeur van de Sierra Frowijn School, is het een goed initiatief om scholen te instrueren wat ze moeten doen wanneer zich een ramp mag voordoen. Zo'n training is eigenlijk nodig voor elke organisatie, elke school, elke overheidsgebouw, in de thuisomgeving, misschien gemeenschapscentrum. Overal is dit eigenlijk nodig dat je voorbereid kan zijn op calamiteiten. Dus ik wil ze vragen om, ja, ik weet niet precies, het is aan mij gevraagd. Ik heb niet gevraagd, maar ik vind het heel fijn dat ik in aanmerking ben gekomen. Misschien dat andere scholen ook in aanmerking kunnen komen om hun eigen rampenplan te hebben. Want elke school is anders. Cedric Menig, School Disaster Plan Field Officer, zegt dat het Rode Kruis in 2010 is begonnen met het scholenrampenplanprogramma. De districten zijn eerst aan de beurt geweest en nu volgen de scholen in Paramaribo. Menig geeft aan dat het programma scholen de gelegenheid biedt om op een andere manier naar risico's en gevaren op school en in de omgeving te kijken. Maar we kijken dus inderdaad naar waar ligt de school, in welk gebied, hoe ziet de omgeving eruit. En er zijn dus methodes die worden toegepast op de scholen. Samen met de leerkrachten van de school gaan we dan kijken naar het schoolgebouw, de klaslokalen, het terrein, maar de omgeving. Kijken naar risico's die voorkomen op het schoolterrein of in het schoolgebouw. En andere gevaren. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, elke school heeft een poort om op het erf te komen. Sommige scholen hebben 2 poorten, het liefst heb je 2 poorten. Maar als er bijvoorbeeld banken of er is een ton voor de poort, als iedereen binnen is, stel dat er brand is en iedereen moet het terrein verlaten, dan heb je dus een obstakel voor die poort. Dus eigenlijk op die manier kijken we naar veiligheid op de scholen. Cedric Menig, School Disaster Plan Field Officer van het Surinaamse Rode Kruis. Er zijn nu al 17 scholen getraind in het scholenrampenplanprogramma.